Okay, people, let's go to work. Ja, hallo mensen. Dames en heren, dit is natuurlijk onze favoriete heldin van de gaming history. Natuurlijk Lara Croft. En we zijn weer verder met Tomb Raider. We hadden vorige keer wel een aantal delen gedaan. Maar ik heb eigenlijk helemaal niet meer opgenomen. En ik heb gewoon een beetje los gespeeld. En dit is allemaal nieuw voor mij. Maar het is een ongelooflijk gaaf stukje, denk ik. Want we zitten op een schip. En dat schip, dat is niet behekst dit keer. Dat is gewoon door vijanden bewaakt, zeg maar. En vraag me niet wat we hier op doen op dit schip. Dat weet ik gewoon even niet. Ik zie wel een hele leuke foto. Dat is een leuke foto. Lijkt net echt, joh. Oh, dat lijkt zij wel. Was dit niet haar schip wat aangespoeld was? Er is zoveel gebeurd. Ja, dat weet ik, Lara. Maar je moet het ook achter je laten. Je bent een vrouw, wees sterk. Oh, dat was een vijand. Oké, we gaan heel rustig kijken nu. Want ik heb namelijk een demper op mijn wapen. Maar we kunnen ook deze pijlenboog gebruiken. Moment. Waar is die? Hans Kazan! Hij is weg! Oh! Oké, die zag me niet. Oké, heel rustig. Oké. Ja, dat is moeilijk, hè? Rustig blijven. Nee, dat lukt wel. Deze man is de... Oeh! Wie doet dat? Daar zit hij. En 3, 2, 1. Pet! Door zijn hoofd. Huppakee. Wil er nog iemand meer van mijn mooie pijlen proeven? Nou, dan niet. Ik bied het gratis aan. En kijk eens wat hij heeft gedaan, joh, hier. Hij heeft gewoon vuur gesticht. Pyromanen. Oké, op naar het volgende deel. En dit is inderdaad voor mij dat schip wat aangespoeld is. Hij is namelijk door de midden. Of het is een wannabe Titanic. Alhoewel in dit gebied liggen geen ijsschotsen. Dat is wel een voordeel, denk ik, voor de kapitein. En wat zien we hier? Een prachtige brandblusser. Hebben we voor mij nodig, want ik zie rood licht. Of, nee, het is geen vuur. Wat is het? Het is rood lamp. Rood lamp. Het rode lamp. Wat een goede Nederlands voor mij. En we zitten weer in het water natuurlijk. Lara houdt van zwemmen in deze game. Ze zit continu met haar reet in het water. Ik ben beneden. Ik kom hier rennen. Ik weet niet wie je bent. En ik weet niet meer hoe je heet. Tering? Ze zeggen tering in de game. Alex! Ik weet niet tegen wie ze praat voor. Praat ze gewoon tegen de buitenwereld. Oh, dat mag niet. Ja, dat voelde ik, ja. Kunnen we hier wat mee? Nee, daar kunnen we niks mee. Oh jee, nu krijgen we weer van die hele rare puzzels. Nou, rare puzzels. Ik heb continu puzzels in Lara Croft. En ik hoop dat jullie me een beetje gaan helpen met deze puzzel. Even kijken, wat hebben we? We zitten in een grote bak met water. Waar overal water stroomt. Het gaat gelukkig niet op tijd, weet je wel. Dat het water omhoog gaat stromen. Ik denk dat we hier iets mee moeten doen. Laten we eens proberen om eventjes... Ja. De rail is geblokkeerd. Maakt niet uit. Ik kan juist naar boven. En eerst kon dat niet. Oh, ja, nu kan ik dus helemaal niks. Nee. Andere kant. Ook niet. Oh. En nu? Kan ik nu naar boven? Het ziet er volgens mij niet naar uit. Oh, nee, dan ga ik terug. Shit. Wacht even. Ik weet wat anders. Let op. Ik moet hem duwen. Zo. Juist. En dan moet ik hem weer gaan trekken. Let op. Denk ik hoor. Ik gok maar wat. Oh. Kom. Yes. En misschien kan ik nu... Juist. Genius, Vincent. Maakt niet uit hoor, dat je me in deze situatie hebt gebracht. Ik ben het gewend. Oh, huppakee. Push. Klaar? Nou, ik zie helemaal geen verbetering. Ik kan nog steeds niet daar doorheen hoor. Denk ik.
Oh, au. Oh, daar zit hij. Grote vriend. Ik hou je er wel uit. Ja hoor, dat doe ik wel eventjes. Wat heb ik gedaan? Ik heb hier een... Ik heb die pijpleiding heb ik daar wat mee gedaan. En er komt water uit. Wauw. Wat een feest. Ik ga er nog even een keer kijken. Wacht even. Want was ik daar nou klaar boven dan? Ik had die pijp had ik kapot gemaakt. Ik viel naar beneden. Zo van... Oh! En ik geloof dat daar water op moet gaan komen. Jongens, help me alsjeblieft. Dit is heel vervelend. Frustraties dit. Wacht even. Volgens mij kan ik nu wel die rails... Let op. Aha, wacht even. Ik weet waarschijnlijk hoe we dit kunnen oplossen. Let op. We trekken dat ding helemaal naar achter. Ja. Dan duw ik hem eentje naar die kant. Zo. En dan trek ik hem naar deze kant. Omdat ik dacht dat die pijp ervoor zat die we net hebben kapot geschopt. Let maar op. Bam. Ja. Nou heeft hij die haak geklemd. En nou is de kwestie van trekken. Ja. Kijk. Ik krijg er nog 100 XP voor ook. Ik ben er, Alex. Wat is er, schat? Je hebt eindelijk de schroevendraaier gevonden. Het is niet tijd voor grapjes nu. Oh! Bam! Oh, nice! Jawel, hij moet dood. Hij kreeg niet meer betaald voor zijn stemrol in te spreken. Dus hij zei, ik stop ermee. Laat me maar doodgaan. Oh jee, jongens, dit gaat mis. Dit gaat mis. Dit gaat zeker mis. Oh my god, is dit zo'n momentje van... Oh, ik twijfel, maar ik weet dat ik het moet doen. Want ik heb er al vaker... Oh. Oh. Dat is lief. Oh jee, dat gaat ontploffen hoor. Dat gaat zeker ontploffen. Ja? Goed zo, jongen. Oh jee. Oh jee. Dat ziet er niet goed uit, jongens. Run, bitch! Klimmen. Oh, wauw, met dat ding, joh. Oh, vet. Oeh! Nou, nu gaat hij zeker zinken. Oh, damn it. Oké. Ik vind wel sneu voor Lara. Echt, in deze game... Dat zij niet depressief wordt van alle tegenslagen. Dat vind ik gewoon echt heel vreemd. Ja, dat is echt heel vreemd. Ik bedoel, Lara heeft echt... Gewoon alleen maar tegenslagen in deze game. Dat is gewoon echt zo. Alles werkt tegen... Iedereen gaat dood om de heen. Ze zit op een eiland waar ze niet uit kan komen. Verschrikkelijk. Nou, waar moeten we heen? We gaan terug waar we vandaan komen. Jullie weten dat niet, want jullie hebben die plek nog niet gezien. Maar ik wel. Ik ben daar natuurlijk vandaan gekomen. Dus nu ga ik kijken hoe ik daar kom. En ik denk via deze ton. En... Is dit een klimding? Oh. Oh, Vince, wat doe ik? Ik fok met de camera, zag je het? Kunnen we hierop klimmen? Nee. Het ziet er wel naar uit dat je erop kan klimmen, maar het was niet de bedoeling van de makers. Wat een handig ding, joh, dat apparaatje. Oké, we zitten weer boven. Ik denk dat we weer met dat touw moeten. Denk ik. Even kijken hoor. Ik zie daar nog wel een touw lopen. Ik vermoed dat op dat eilandje wel extra stuff is te vinden. Ja, ik denk dat op dat eilandje wel iets extra's ligt. Maar ik weet niet zeker. Nou ja, jammer dan. Oké, dan pakken we dat apparaatje weer.
Zo, dat gaat veel sneller, joh. Bam. En even opslaan. Dit is ons kampvuurtje. Dan kan je altijd opslaan. We hebben 270 punten aan materiaal. Dat is nog niet veel. En hallo, Guardian Gear. Nou, waar gaan we naartoe? Hé. Hey. Als ik nou wat dikker was geweest, dan had ik hier waarschijnlijk doorheen gezakt. Maar dat komt waarschijnlijk doordat ik dat ding moet gebruiken. Let op. Ik denk het hoor. Ik probeer het. Kijk, 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 kijk. Ja, 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 ja. Genius, Vincent. Hoe meer materiaal je krijgt, hoe meer van die gadgets je krijgt in de game, hoe slimmer je wordt. Ja. Logboeken. O jee. Architect Lara. Even kijken hoor. Er was eens een klein meisje. Verkeerde boek, kut. Oké. Ze heeft een boek gevonden, jongens. En nu denkt ze bij zichzelf: heb ik hiervoor al die moeite gedaan? Nou, wat hebben we hier allemaal? We hebben een deur. Nou, dat is de enige manier om hier uit te komen. Dus laten we hier ons even een weg doorheen banen. En ik denk dat we in een nieuw gebied komen. Nee, dit herken ik nog. Nee, dit herken ik zeker nog. En daar zie ik twee dingetjes staan die we kunnen pakken. Ik denk ammunitie. Ja. Kijk eens. We zijn helemaal vol. En het is weer donker in de game. Het is gewoon standaard donker in deze game. En daar glinst het was. Was. Eén van de vijf GPS cachets. Ik denk dat we weer die kant op moeten. Ja, de pijl staat daar naartoe. En nu kunnen we natuurlijk ook daar naartoe. Juist. Ja, want ik zat al heel de tijd van waarom kunnen we daar niet doorheen? Maar nu snap ik het. Je hebt die katrol nodig. Goed gedaan hoor, jongens. Goed over nagedacht. Moet ook wel bij een spel. Even kijken, hebben we hier nog... Ja, daar hebben we weer zo'n kompas. Ja, ik ben heel erg van het verzamelen van objecten. En in het begin van het spel niet zo heel erg. Maar hoe verder ik kwam, toen op een gegeven moment dacht ik van ja... Maar het is wel hartstikke leuk om die dingen allemaal te verzamelen. En wat een mooie steen. Allemaal Chinese tekens. Nou, fantastisch. Wat hebben we hier? We hebben hier nog een deur. En een... Wat is dat dan? Nou, het is al een bunker op de cliff. Kunnen we daar naar boven? Nee. Wat is dat? Een plantje. 20 XP. Waarom ook niet? Druivenplukker Lara. Ik vind het jammer dat de zon niet schijnt. Want het geeft toch de graphics zijn prachtig als de zon schijnt. Laat zulke mooie dingen zien. En waar kunnen we naartoe? Even kijken. Daar zo. Dus wat we doen is wij spannen een touw van dat... Ja, dat, die berg naar dat. En dan gebruiken we dat ding. Zo, die katrol. Ik weet niet of we daar naar boven toe kunnen. Of daar boven wat zit. Even kijken hoor. Volgens mij zit er niks. Nee. Nou, dit is gewoon droppen. Zo, en een kampvuurtje. Even kijken, we hadden hier nog... Nee, daar niet. Als je terugloopt had ik nog een aantal spullen die ik moest pakken. Waar moet ik naartoe trouwens? Even kijken. Kijk, hier ligt nog wat. Zo. Goedemorgen. Liggen hier nog spullen? Nee. Dat is overlevingsinstinct wat ik net deed. En dat is dan druk je op LB. Of ja, LB. En dan kan je dus zien van wat er glinstert in je omgeving. En wat er dan glinstert, daar kan je wat mee. Dus een object, daar kan je wat doen om mee verder te komen. Of een puzzel. Of gevonden voorwerpen die je moet zoeken. Ja, het eten natuurlijk niet gevonden voorwerpen, maar zo noem ik ze gewoon. En natuurlijk kan ik ook daarin natuurlijk nu. Nu ben ik sterker met die katrol, of wat ik ook heb, zo'n ding. Ik weet nog steeds niet wat de naam was. Een soort katrol lijkt het op, hoor. Zo, en nu kan ik hier komen en dan kom ik op een nieuw gebied. En dan kan ik weer nieuwe dingetjes ontdekken. Kijk. Hoppakee. Ga je mee met Lara? Oh, shit. Die mannetjes gaan zeker nu dood.
Oh shit, bijna door zijn hoofd. Zag je het? Ja, was zeker door zijn hoofd. In zijn piemel. Kijk, die moet in zijn hoofd zijn. Ja, ik dacht al. Net zat ik ook al goed te mikken, jongens. Nou, die zijn dood. Die zien we nooit meer terug. Even kijken. Kijk. Dat glinstert. En dat glinstert. Dus dat betekent dat je van daar naar daar toe kan. En wat is het nut ervan? Dat je verder komt in de game. Maar daar moeten we helemaal niet heen. Dus daar kijken we gewoon niet meer naar. Maar op de grond lagen wel allemaal spulletjes. Ik weet niet of je het kan zien. Ja, daar ligt nog wat. En ik weet mijn god niet wat het is. Het is... Oh, een landmijn. Ik kon even erop schieten met een pistool. Nee, er gebeurt helemaal niks. Nou, jammer dan. Weer een kampvuur. Kijk, dat mannetje is dood. Naar mijn gevoel dan. En let's jump. Wee! Kijk, dit is een mooie omgeving, jongens. Lekker donker. Lekker spooky. Vet, hè? We gaan helemaal naar beneden. Ik vind Lara leuk, hoor, jongens. Oké, waar kunnen we heen? We moeten daar naartoe. Maar ik weet dat er een plek daar is waar we naartoe moeten. Oh, cutscene, jongens. Ik heb Alex gevonden, maar hij heeft het niet gehaald, helaas. Ja, dat snap je toch? Maakt niet uit. Oh. Een visje. Oké. Oh, nou, er ligt al een aangegeten visje. Oh, dat is een visje wat hij net op heeft. Oké. Dat hoop je. Ja, je zit dus op een eiland en het is een beetje raar, maar het is zo dat het eiland niet wil dat hun weggaan van dat eiland. Dus hun zitten eigenlijk opgesloten, dat is een beetje het idee, een beetje het verhaal van Lost, die serie Lost. Zonder spoilers, maar daar zitten ze ook op een eiland en dat eiland is een beetje, die heeft allemaal magische krachten. Het is heel raar hoor, dat eiland is vervloekt, ze zeggen het ook. En Lara heeft natuurlijk weer een nieuw idee, want ja, anders is het spel al afgelopen. En Lara denkt, ja, nou, ik laat me niet kennen. Ik weet nog wel een oplossing. Alternatief. Oh. Dat is lief. Overlevingsinstincten. Ik weet dat ik daar naartoe moest. Ja, ik wist het, want ik liep er net al naartoe. Want ik probeerde dat... Even kijken, ik ben net een haasje, zie je dat? Ik ben al een beetje in de Pasensfeer. Even kijken. Dat probeerde ik om te trekken, maar dat lukt niet, omdat ik die katrol niet had. Maar nu moet dat keihard gaan lukken, kijk. En wat hebben we hier? Een lift. Aha. Kom maar naar beneden. Rustig, rustig. Het kan nooit met beleid in deze game. Echt waar, het kan nooit met beleid. Ik denk dat we dit moeten klimmen. Er zit niks anders op. En dat wordt heel vervelend, want waar moet ik nou in godsnaam heen? Oké, het is dat ze dat hebben aangegeven, dat er toevallig klimspullen hier zitten. Oké, we kunnen om de berg heen, we kunnen ook hier naar boven. Daar moeten we ook heen, zie ik. Zo, we zitten op een nieuw gebied. Laten we even rustig kijken wat we hier allemaal kunnen vinden. Ik zie daar een kist.
Hoppakee, materialen jongens, hebben we nodig. En wat is dit? Even kijken om ons heen. Ik denk dat ik hem moet spannen van daar naar de paal. Ja, dat gaat hem lukken. Maar naar beneden kan ik ook naartoe. Oh nee, laat maar. Dat is volgens mij water allemaal. En een grote opslag. Daar kan ik ook naartoe, zie ik nu. Laat ik even verder kijken dan mijn neus lang is. Er gaat een touw daar van boven. Aha. Daarboven zit iets. Kan ik hier omhoog? Nee. Zit hier een klim iets? Nee. En wat is dit voor een ding? Het is altijd uitzoeken in Tomb Raider. Op zich wel positief. Soms is het vervelend, soms niet. Ik kan hier op klimmen, jongens. Oeh. Ja hoor, Vincent, kom verder. Oh. Even kijken hoor, wat kunnen we hier bovenop doen? Ik denk dat we niet daar naartoe kunnen springen. Wat is het eigenlijk? Een schip ook weer? Oh, een kapot schip. En liggen daar spullen op die we nodig hebben? Nee, dus dat is zeker niet onze bestemming. Nou, denk ik dat we daar niet naartoe kunnen. Mooi. Dan gaan we door naar hier. Met onze katrol. Opwindkatrol. Hoppakee. Het is een beetje klimmen klauteren, jongens. Hoppakee. En dan gaan we hier naar boven. Want dan zien we weer zo'n lichtgevend randje. En dat geeft meestal aan. Net als een beetje bij Mirror's Edge. Dat je de kleuren ziet, hè. Dat je weet waar je naartoe gaat. Dan weet je van, hé, daar moet ik naartoe. En nog een... Oh! Ja, gelul. Pauzeer de video maar als je het echt compleet wil lezen. Maar dat neem ik aan van niet. Ja. Oh, hier ligt... Kijk, een geheime GPS-cachet. Een cachet. Ik noem ze cachets. Waar kunnen we heen, jongens? Het is weer zoeken naar een naald. Ik moet daar toch naar boven en ik zie een laddertje. Hallo, Lego André. Lego André. Mooie naam. Waar kunnen we omhoog? Even zoeken. Ja, ik zag een ladder daarboven. Ja. Ja, die Vincent. Je weet het wel. Het is altijd een beetje uitzoeken hoor. En ik denk dat je hier naar boven moet. En dan kan je zo naar de ladder. Juist. Aapje is er ook. Ik zou zeggen. Wil je weten hoe het verder gaat? Kijk maar gewoon naar de volgende video. Volgende keer gaan we gewoon verder met deze Tomb Raider. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!